President Chandrika Prasad Santokhi heeft op 11 oktober de officiële opening verricht van de kossoebakkerij in het district Karoudi. Dit initiatief van Stichting Kies voor Ontwikkeling is opgezet om de lokale bevolking te voorzien van brood. Met speciale aandacht voor schoolkinderen die vaak zonder ontbijt naar school gaan. Tijdens een werkbezoek op 11 oktober onthulde president Santokhi het plakkaat ter gelegenheid van de opening van de kossoebakkerij in Karoudi. Romano Meriba, oprichter van Stichting Kies voor Ontwikkeling, KVO, uitte zijn zorgen over de vertraging van broodleveringen vanuit de stad, wat ertoe leidde dat kinderen vaak zonder ontbijt naar school gingen. Het is werkelijk zo dat ik in de DC heb aangegeven dat er geen bakkerij is in Karoudi. Ik heb hem gezegd, we zijn een stichting, non-profit, we werken met iedereen, ongeacht. Zolang het sociaal is, zolang het nou is. En het heeft eigenlijk 2 jaar geduurd, we hadden ups en downs. Maar toch is het vandaag de dag dat we gezamenlijk met de DC, met de president, met de minister, met genodigde Surinamers dit geheel kunnen openen. President Santokhi benadrukte het belang van de bakkerij voor de lokale bevolking. Hij beloofde ook het verzoek van KVO om de bakkerij op te nemen in het schoolbrodenproject van het instituut van de First Lady voor te leggen. Er wordt uitgevoerd op basis van samenwerking door de heer Bikari. Dus alvast is er een contactlijn dat ik hem ook zal vragen om dit project met enig wat ik nodig heb, DC, samen met de stichting en begroting. Hoeveel kinderen gaat het, zijn aan begroting, dat komt de heer Julio Bikari. Want er zijn standaarden die we daar ook moeten meenemen, zodat afzet van brood gegarandeerd is voor de koloniaanse kinderen. En die standaarden gaan we allemaal afspreken, uiteraard die begroting, zodat we dat kunnen indienen aan financiën. Ter ere van de opening werden 2000 broden gebakken en gratis uitgedeeld aan de inwoners van Karoudi. President Santokhi sloot af met een oproep aan de gemeenschap om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van Karoudi.